In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool, en Nick Hoekstra, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij het hoger onderwijs. Het is moeilijk om aan een woonruimte te komen als student. Dat is bij iedereen wel bekend. Als je een kamer kunt vinden, heb je keuze tussen een krappe bezemkast of vliering, of eentje met een huur die 3 keer hoger is dan je studiefinanciering. Genoeg reden om minder studenten te lokken, zou je denken. Maar de Telegraaf schrijft dat universiteiten nog steeds actief studenten uit het buitenland werven. Dus ik ben het rijmpje een beetje zat, hoor. Ze noemen studeren in Nederland namelijk betaalbaar, hoogwaardig en gezellig. Ja, Tarim, ik dacht dat we vrij weinig woningen beschikbaar hadden en ook onderdak voor studenten. Maar blijkbaar zijn universiteiten nog steeds volop bezig om jongens en meisjes uit het buitenland te halen. Slim? Nou ja, ze hebben nog steeds natuurlijk een prikkel daarvoor. Ze krijgen daar nog steeds meer geld voor. En je merkt wel dat universiteiten dit jaar op een gegeven moment aan internationale studenten opriep om niet meer te komen zodra zij geen woning konden vinden vlak voor het begin van het studiejaar. Maar ook dat is een beetje een halve maatregel, want die studenten worden natuurlijk wel gewoon nog steeds toegelaten. Nu mag de universiteit ook niet zomaar studenten daarin weren. Maar je ziet dat de Kamer in elk geval de minister heeft opgeroepen om hier echt dat krachtig op te handelen en een wet hiervoor te maken. Wat de minister verder helemaal niet van plan was. Maar die moet nu tekst en uitleg erover komen geven. Maar dat de universiteiten op dit moment nog niet nog steeds buitenlandse studenten toelaten, dat vind ik niet verrassend op zich. Nee. Er moet wel wat aan gebeuren, dat wel. Ja, dat ze toelaten misschien niet, maar ze blijven ook echt actief werven dus. En daarvan zou je vragen, ja, is dat nou zo slim op dit moment? Ja, en daar kun je natuurlijk wel over. Daar kun je het inderdaad wel over hebben. Over het adverteren van ons onderwijs hier. Wat inderdaad ook wel vanuit veel plekken in elk geval in Europa en op de wereld wordt gezien als hoogwaardig en ook goed aangeschreven staat. Daarover kun je het wel hebben van ja, waarom blijf je dan adverteren? Dat het kan betekent ook niet dat het moet. Nee. Nick, als je dat ziet, normaal zou je natuurlijk zeggen, nou, laten we lekker internationalisering doen en goed en kennis verspreiden en jongeren hierheen halen en die gaan er weer weg enzovoorts. Nou, prima. Maar nu misschien handig om het even, in ieder geval om niet altijd veel mensen hierheen te lokken en er maar even een rem erop te zetten, ook al is dat meer uit armoede, maar ja. Ja, vooral dat laatste, dat werven, denk ik, daar heeft de universiteit en de hogeschool hebben daar ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Omdat die natuurlijk ook zien hoe lastig het is voor studenten om een woning te krijgen. Omdat inderdaad, wat net wordt gezegd, Nederland heel hoogstaand onderwijs heeft. Maar dat het ook al een aantal jaren een beetje terugloopt. Hè. Onze universiteiten zakken ook terug in de rijtjes. Dat komt ook omdat ze gewoon zo massaal groot zijn geworden. Dus ik snap dat de financiële prikkel voor universiteiten heel erg hoog is. Om die mensen te werven. Maar ook vanuit het maatschappelijk oogpunt, wat volgens mij een universiteit of hogeschool ook zou moeten hebben. Zou je best wel wat minder naar een beurs in Ankara of waar is allemaal geweest op de Baltische Staten? Ja. Gaan om daar mensen te werven. Ja. Ja. Moet dat dan niet gewoon verboden worden nu op dit moment? Nou, ik weet dat je niet zo voor verboden bent, denk ik. Maar nee, ik probeer, want ze hebben al gezegd, die universiteiten hebben met elkaar afgesproken. Ja, we gaan minder. Wat schreven ze nou? Ze gaan terughoudend zijn. Ja. Maar dat blijkt dus tegen te vallen of mee te vallen. Terwijl je het ziet. Nou ja, kijk, terughoudend zijn, dat is voor de ene universiteit, volgens mij stond er ook in dat artikel, niet 1 beurs per jaar minder bezoeken. En voor de ander zou dat betekenen niet. Dus daar zit helemaal geen duidelijkheid in. Ik ben zeker als liberaal natuurlijk niet snel voor een verbod ergens op. En ik vind het oké, je moet even differentiëren tussen internationale studenten, want die in de Europese economische zone, regio, die mogen hier natuurlijk gewoon naartoe komen onder Schengen. Daar betalen wij als staat een beetje aan mee. Maar goed, dat komt ook alweer via belastinginkomsten weer terug en via de Europese Unie. Wat natuurlijk helemaal of niet per se problematisch is, maar zijn die mensen die buiten die regio komen, dus echt die internationals uit Amerika of Azië, daar mag de universiteit bijna zelf het collegegeld voor bepalen. Dus ja, daar zit voor de universiteit een hele grote economische prikkel om die mensen hier naartoe te trekken, met heel weinig oog voor de maatschappelijke problemen. Ja, ja, Tarim zegt, als je wat wil, moet je wetgeving aanpassen, dat inderdaad die verdiensten minder interessant zijn. Ja, daar zou je bijvoorbeeld naar kunnen kijken, inderdaad. Kijk, het Nederlands onderwijs, waar wij allemaal aan bijdragen via belastingafdracht, ja, dat is natuurlijk voornamelijk ook voor onze eigen kinderen. Voor onze eigen jeugd en onze eigen toekomst op te leiden. Om ook, en dat is het grote probleem natuurlijk met internationale studenten, dat maar 1 op de 4 hier blijft. Dus we investeren heel veel in een grote groep die hiervoor hun doen met relatief goedkoop onderwijs heel hoog opgeleid wordt. Maar die zien we ook, 75% daarvan zien we binnen een paar jaar ook gewoon weer vertrekken. Dus dat komt ook weer niet terug in de maatschappij. Aan de andere kant, studenten die na hun studie in Nederland blijven wonen, leveren de staat 1,5 miljard op. Kaching, Tarim! Ja, dat is zeker waar. Ja. En ik vind ook wel, wat dat betreft, zie je dat heel veel Nederlandse studenten ook weer de stap maken om naar het buitenland te gaan. En die kennisoverdracht die is zeker ook binnen de EU zo makkelijk geworden. Dus ik snap wel wat Nick zegt, maar daarvan denk ik wel, daar valt wel wat op af te dingen.
Tegelijkertijd, waar ik meer in zie, is die maatschappelijke verantwoordelijkheid die de universiteit heeft tegenover alle studenten. Hè, wat betreft huisvesting, wat betreft welzijn. Er wordt heel veel gesproken over het welzijn, ook onder internationale studenten. Je helpt hen er ook niet mee vooruit door hen maar in massa's toe te laten. En vervolgens te zeggen van, hey, succes met de Amsterdamse of Rotterdamse woningmarkt en zoek het maar uit. Ja. Dus Nick, moet je dan zeggen, als je geen kamer kan krijgen, dan mag je niet komen. Is dat een idee? Zou een idee kunnen zijn, want we natuurlijk tijdens corona heel veel hebben gezien. Ik heb ook een internationale studie gedaan. Mijn studie was ook in het Engels, 50 nationaliteiten. De helft daarvan studeerde gewoon thuis in zijn of haar eigen land. Dat kon op afstand. Dat was natuurlijk ook mogelijk door corona. Ja. Ik heb daar wel mijn vraagtekens bij, omdat ook dat sociale contact en op de universiteit zijn en met je professor kunnen spreken en met je studiegenoot, dat is net zo wezenlijk belangrijk als artikelen lezen en papers schrijven. Maar ja, je zou daar zeker wat aan kunnen doen. Ja, of voor heel veel universiteiten doen dat al, maar dat is een voorwaarde maken dat universiteiten alleen internationals mogen werven als ze ook op campus voor die, voor die studenten. Plek voor hebben. Precies, want heel veel universiteiten hebben wel een eigen campus voor internationals. Ja, als die vol zit, zit die vol. En dan kun je of wat regelen in de stad, of je moet een nieuwe campus bouwen.